hier naast Gerrit Gerritsen uit Wezep. En we staan hier in Stadshagen. En Gerrit, jij gaat zo samen met je vrouw Ria een bierproeverij geven. Ja. Nou, inmiddels de 32e die ik verzorg vanavond. En vanavond voor mij wel een hele speciale. Want? Nou, ik heb nog nooit een bierproeverij gedaan waar vrouwen en bier het thema was. Ik heb heel veel proeverijen gedaan en soms kom je wel vrouwen tegen. Maar de wereld van bier is voor vrouwen soms nog heel onbekend. En eigenlijk ben ik misschien ook wel door alle dingen die ik die zo vaak als ik het gedaan heb, ben ik een beetje bierambassadeur geworden. En daar vind ik het echt wel leuk om dit nu speciaal voor vrouwen te doen. Ook om een beetje zelf te ervaren van hoe ervaren vrouwen dat. Ik moet zeggen, ik heb wel vrouwen meegemaakt die ook heel goed zijn in proeven. Dat heb ik al wel gezien. Dus spannend vanavond. Waarom deze bierproeverij? Ja, ik ben daar ruim 2 jaar geleden mee begonnen. Omdat deed mee aan een actie voor ontwikkeling van medicijnen voor energiestofwisselingsziekten. Onze zoon Matthias heeft zo'n energiestofwisselingsziekte. Dat is een fatale ziekte waar je vroegtijdig aan komt te overlijden. Er zijn geen medicijnen voor nog op dit moment. Hoe oud is Matthias? Matthias is inmiddels 18 jaar, ja. En kun je gaan bedenken van hoe ga ik nou daar geld voor binnenkrijgen? Hoe gaan mensen mij sponsoren? En dan kun je natuurlijk gaan bedelen en dat heb ik natuurlijk ook wel gedaan. Maar ik vind het veel leuker om daar iets tegenover te stellen. Ja, en dat is gewoon, dat is me ook gewoon overkomen. Ik had nooit het idee dat ik nu 2 jaar verder vanavond de 32e bierproeverij zou houden voor de actie. Dat geld, Matthias, de onderzoeker. Heeft Matthias daar nog wat aan? Nou, ik vrees dat het voor Matthias te laat is. Maar ik hoop heel erg dat het voor mijn dochters wat betekent. Mijn dochter gaat natuurlijk straks ook mee de Mont Ventoux op. Hè, want dat is even ook nog de achtergrond van het verhaal. Lisa, die zei vorig jaar van, ik wil toch eigenlijk wel die Mont Ventoux op. En terwijl ik er eigenlijk wel een beetje klaar mee was. Jij hebt hem beklommen. 2 jaar geleden heb ik beklommen, ja. En ik was er wel een beetje klaar mee. Maar op het moment dat Lisa dat dan tegen je zegt. En dan besef je ook wat het voor haar betekent. Want dat is de vraag wel of geen kinderen. Als er geen medicijn komt, dan zou ik haar dat niet adviseren. Nou, ik ga vanavond ook bier proeven. Nou, ik hoop van harte, Nia, dat jij nu ook zo iemand bent. Die dacht van, maar die wereld van bier is zo anders dan ik me voorgesteld had. Dat je ontdekt van, er zijn toch eigenlijk wel leuke dingen bij. En dan ben ik benieuwd of ik jou over een jaar op een terrasje aan een biertje zie nippen. Zou leuk wezen. We zullen zien. We zullen het ondervinden. Okay. Hey, succes vanavond. Dank je. Wel heel erg leuk. Maar nu eens een avond te houden waar het echt gaat over het thema bier en vrouwen, dat zat lang in mijn hoofd en ik vind het hartstikke leuk dat het dus nu gebeurt. Ja, ik zou ook zeggen, het komt bijna niet actueler. Aanstaande zondag wordt er in Amsterdam het eerste Nederlandse feestje voor vrouwen rondom bier houden. Het biertje Deliria komt naar Nederland. Was de laatste jaren al wel verkrijgbaar in België. Maar op de Internationale Vrouwendag 8 maart komt het voor het eerst naar Nederland. Dit is jouw 7e keer? Ja, het 7e keer. Ja, waarom? Wat trek je hier zo in aan? Ja, ik vind het gewoon mooi aan de ene kant om het goede doel te steunen voor Matthias. Hè. Het gevecht zie ik natuurlijk vaak als collega van Gert. Maar aan de andere kant, de bieren heeft ook door die proeverijen wel een beetje mijn hart gestolen. Dus aan het eind van de werkweek neem ik een lekker biertje. Dus dan, als ik dan vaker een proeverij doe, dan weet ik weer, dat is lekker, dat is lekker. Dus het is lekker, raakt er meer, je raakt ook meer thuis in de wereld van het bier. Want dat is wel, het is heel interessant ook. Ja, we gaan er nu blijven. Ik heb altijd alleen nog maar
bierproeverijen met mannen gehad. En wij gingen dan wel met als drie vriendinnen, zeg maar, daarbij. Ja. Ja, met een groep met mannen. En dan kom je binnen en dan is het echt heel rustig ook. Hè. En hier was het nu heel druk met geklets. Maar dat zijn we. En hier zitten toch 14 vrouwen ongeveer. Dus dat is volgens mij heel goed. Ja, dat is heel goed. Heel goed resultaat. Ja. En nou hopen dat ze het allemaal lekker vinden. Want dat is wel de uitdaging, hè, die Gerta gaat vanavond. Ja, dat ik, vanavond weet je zeker als vrouw of je bier lekker vindt of niet. Wat zullen we drinken? 7 dagen lang. Wat zullen we drinken? Wat een dorst. Ik wil echt mijn best doen. Ik ga ook echt proeven, maar ik kan nog niet. Zullen we samen doen? Ik had niet verwacht dat het kerst was, maar ik vind hem wel lekker. Je vindt hem lekker. Kijk, zij vinden hem lekker. Het is even wennen, maar... Ik heb gewoon de verkeerde gekozen. Alleen al de geur, hè, van zuur deesem en de geur van, nou, en dan wordt het leuk natuurlijk, hooi, leder, schimmel, kersenwijn natuurlijk ook, afgerond met een aangenaam eikenkarakter, zaagsel en nat papier. Nou. Dus wat vinden jullie ervan? Hij was bitter, maar hij is wel beter dan de vorige. Ja, die andere was echt... Ja, hè? Ja. Hoe vind je deze? Bitter, zei je? Beter, ja, wel lekker. Ja. Jij vindt hem lekker? Een flesje hoeft niet, maar voor een glas is hij wel goed. Het glas krijg je nog leeg. Ja. Drink jij ook vaker bier? Ja, eigenlijk wel, ja. Gewoon vaak normaal bier. Dus ja, jij bent echt zo'n stoere vrouw die gewoon bier... Ja. Nee, maar ik drink op zich wel bier, ja. Ja. En dan ben ik even nieuwsgierig, hè? Drink je ook wijn? Ja, ook. Ja. Allebei wel, ja. Wat zullen we drinken? 7 dagen lang. Wat zullen we drinken? Wat een dorst. Wat zullen we drinken? 7 dagen lang. Wat zullen we drinken? Wat een dorst. Er is genoeg voor iedereen. Dus drinken we samen. Sla het vat maar aan. Ja, drinken we samen. Niet alleen. Er is genoeg voor iedereen. Dus drinken we samen. Sla het vat maar aan. Ja, drinken we samen. Niet alleen. Dus, jij wilt graag dat ik mop drink? Nou, ik vind het wel bijzonder, ja, als jij mop drinkt. Ik ga hem proberen. Hij ziet er wel leuk uit. Hey, succes. Dankjewel, Annie. Bijzonder dat jullie hier aandacht aan schenken. Dat waardeer ik.